Bloemen voor blauw-witspeler Momo Stavenuiter. Na een afwezigheid van 3 jaar is hij door de bondscoach teruggehaald als international. Ja, wel een beetje een verrassing. Want 3 jaar geleden was ook dezelfde bondscoach die mij eruit zette toen. Dus ik denk dat hij ook ziet dat ik ook andere dingen kan dan alleen maar aanvallen. En tegenwoordig red je dat ook met het korfbal niet meer. Je moet wel wat meer kunnen dan alleen maar spitsen. Onder aanvoering van Stavenuiter en Mark Broeren jaagt blauw-wit in de eerste helft PKC op. Ongeslagen koploper is de favoriet voor het kampioenschap. Blauw-wit moet het zonder Mandy Koelman, Otto Fabius, Sophie Hansen of Manon Wiegerink doen. Maar de ambities zijn er niet minder om. We beginnen aan de competitie om kampioen van Nederland te worden. Ook als dat zo'n kans is, dan strijden we daar keihard voor. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ga niet korfballen om een beetje in de middenmoot mee te doen. Want ook weer een nieuw team kan ook weer voor een nieuwe prikkel zorgen. En dat is hoe ik er tegenaan kijk. En alle invallers en mensen die nu op de plekken staan... van bijvoorbeeld Mandy of Otto, die doen het allemaal hartstikke goed. Dus daar is geen slecht woord over te zeggen eigenlijk. Dat vernieuwde blauw-wit maakt er met PKC in de eerste helft een spektakel van. Blauw-wit heeft het initiatief en de voorsprong. Pas in de slotseconde is het PKC-speler Olaf van Wijngaarden die de Papendrechters voor het eerst naar een voorsprong schiet. Halverwege is het 17-18. Maar meteen na de hervatting slaat het fysiek sterke PKC toe. En loopt het rap uit naar een voorsprong van 7 punten. Blauw-wit verliest in de eigen hal uiteindelijk met 24-29. Je moet gewoon een hele wedstrijd top zijn om van PKC te winnen. Maar in de lijn waarin we nu zitten is dit een behoorlijke wedstrijd. En we krijgen straks na de kerst, nieuwjaar... krijgen we de 2 concurrenten. En als we die 2 goed doorkomen, dan hopelijk komen ze nog een keer tegen. Want de finale in de Ziggo Dome was en blijft een onvergetelijke ervaring. Ook al bleek voor dik 10.000 toeschouwers top uit Sassenheim te sterk. Nou, ik moet zeggen dat ik af en toe nog steeds wel eens aan terugdenk dat, hoe dichtbij we er eigenlijk waren. Want we zaten tijdens die play-offs zaten we zo in een flow. Ja, je wint van dit PKC, dat is gewoon heel knap. En, ja, dan moet je hem eigenlijk gewoon doorpakken tegen top. En dat gevoel hadden we ook en het had ook echt gekund. En ja, dat het dan dus niet lukt en dat je er zo dichtbij bent geweest, dat af en toe doet er wel een beetje pijn. Ja, dat was hartstikke jammer, maar voor Blauw-Wit een enorme prestatie om met zo'n club als Blauw-Wit in de finale in het Ziggo Dome te staan in het eigen Amsterdam. En dan gaan we proberen in 2018 weer te bereiken.